En we zijn het bijna vergeten met al het geweld rondom elektrisch en hybride rijden, maar autogas, hier bij Prins Autogas voelt, is natuurlijk ook een hele schone brandstof. En in Europa eigenlijk nog best wel populair. Nederland een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar als je kijkt bijvoorbeeld Amerika, China, heel veel ontwikkelingen, dat er juist meer mensen op autogas gaan rijden. En we zijn eigenlijk wel benieuwd, hoe werkt dat nu met die moderne motoren? En hou ik nog wel een beetje bagageruimte over? En wat gebeurt er met prestaties, actieradius? Daarom gaan we hier in Eindhoven bij Prins Autogas ons helemaal verdiepen in de moderne LPG-systeem. Die printsystemen zijn bovendien meer high-tech dan je denkt, maar daar gaan we zo natuurlijk uitgebreid naar kijken. Bas, voor welke auto's is er eigenlijk een LPG-systeem voor jullie? Eigenlijk voor elke auto. Het hangt natuurlijk, het zal wel een benzineauto moeten zijn. Yeah. Het dieselsysteem gaan we het nu even niet over hebben. Daar hebben we ook oplossingen voor. Maar in principe voor elke auto hebben wij een LPG-systeem. Is van Kia Picanto tot Mercedes S-klasse? Zelfs van een kleine 1 liter motor tegenwoordig. Een 1 liter 3 cilinder motor. Bijvoorbeeld een Ford zit zijn motor. Tot ja, Mercedes, een Audi, een Porsche. Zeg maar tot en met V8, V10 motoren. Hebben wij systemen. En turbomotoren, directe injectie, dat maakt allemaal niet uit? In die zin maakt het uit. Voor elke technologie hebben wij een systeem. En het voorlicht heeft minimaal dezelfde performance als op benzine. Daar ga ik altijd van lachen. Minimaal dezelfde performance. Zou het dus ook kunnen dat je iets meer pk's bijvoorbeeld hebt? Superbenzine, ja. 195, 98, daar zijn die motoren voor ontwikkeld. LPG heeft veel hoger octaangetal, die zit al gauw op 110. Waardoor die motoren daar gebruik van maken van die betere kwaliteit van de brand. Ik heb alleen een onthouden hoger vermogen, dat klinkt al goed. Volgens mij moeten we gewoon eens gaan kijken hoe het, ja, het in de praktijk uitziet. Want dit is een heel mooi theoretisch verhaal, maar ik ben wel benieuwd, ja, hoe ziet het eruit in de auto? We kunnen hier in de werkplaats mooi een aantal auto's zien in verschillende fases van ombouw. Hier achter mij deze Kia. Daar ligt het reservewiel en daar komt dus die ringtank hier in de kofferbak voor in de plaats. Maar daar achter mij staat een andere Kia en daar is die al ingebouwd. Kijk, hier zie je eigenlijk niks van. Deze auto is gewoon nog nagelnieuw, want het plastic zit nog in de kofferbak. En hieronder zit de tank. Kijk, je hoeft niet meer ja, zo'n lelijke zwarte LPG-dop in de bumper te hebben. Ook hier voorin zie je eigenlijk niks. Behalve als je deze kap afhaalt. Zit bij iedere moderne auto een mooie kunststof kap op het motorblok om een beetje geluid er zo tegen te houden. Ja, dan zie je wel iets van het LPG-systeem van Prins Autogas. Hele mooie integratie met het bestaande brandstofsysteem. Hoogwaardige componenten. En ik kan me nu ook voorstellen dat je afvraagt van ja, maar moet mijn auto dan helemaal naar Eindhoven, naar Prins Autogas om te laten inbouwen? Nee, je kunt via internet opzoeken waar jouw lokale LPG-specialist is. En die kan je gewoon helemaal informeren over wat er mogelijk is voor jouw auto. Maar hier bij Prins Autogas ja, ontwikkelen ze eigenlijk natuurlijk die hele systemen. Dus het begint bij componenten, daarna het systeem en daarna de integratie met een specifieke auto. Dus vandaar dat hier een aantal auto's staan. Maar er wordt bijvoorbeeld ook op de rollenbank getest, maar ook bij lage temperaturen. Want je wilt ook op de wintersport dat die auto gewoon start en op LPG kan rijden. En dan viel het jullie misschien op, hey, er staan ook twee vrachtwagens daar. Ja, dat kan dus ook. Dieselblend systeem van Prins Autogas kan je. LPG-installatie, LNG, CNG, altijd in combinatie ook met diesel. Gaat iets te ver om in deze video nog specifiek op uit te leggen. Maar zo ver gaat het dus. Dus ook trucks kunnen op gas rijden. Zoals de Engelsen zeggen, the proof of the pudding is in the eating. Dus moeten we even rijden. En dat doen we in deze Range Rover Evoque by StarTech. Dat is een Brabusje. Dus hij is wat mooier aangekleed. En ja, hier zit dus ook een LPG-installatie van Prins Autogas in. Dit is de Evoque met 2 liter turbomotor, 240 pk. Ja, en hoe rijdt het dan eigenlijk gewoon niet anders dan op benzine? Dus je hebt dezelfde prestaties. Hij start direct op LPG. Wat ook fijn is, dan hoef je niet zo heel vaak ja, maar weer even benzine tanken. Om
omdat de prijs van LPG lager is dan die van benzine, heb je het ook gewoon sneller uit dan je denkt. Dat omslagpunt, dat is natuurlijk heel erg autospecifiek, maar ligt niet op waanzinnige jaarkilometrages. Bij 25.000 km per jaar verdien je de LPG-installatie al na 1 jaar en 2 maanden terug. Voor meer voorbeelden ga naar print-afs.com. En het tanken, ja, in Nederland zijn er 1800 tankstations waar je LPG kan tanken. In Duitsland zijn er veel, in Italië zijn er veel, in de Alpenlanden misschien wat minder. Maar eigenlijk in Europa kan je bijna overal gewoon heel goed LPG tanken. Maar in Nederland is het absoluut geen probleem. Het is dus financieel aantrekkelijker, maar ook voor het milieu is het veel beter. De CO2-uitstoot die daalt, maar vooral ook de uitstoot van fijnstof die daalt wel tot 90%. En dat is vooral in steden een probleem. Dus ja, wat dat betreft kun je beter op LPG rijden als je vaak in de stedelijke omgeving rondtoert. En we zullen eens kijken of ze nog iets leuks hebben waarmee we een rondje kunnen toeren. Dit hele rijtje rijdt dus op LPG en die Panamera Turbo dus ook.